Welkom bij weer een nieuwe confrontatie podcast en vandaag hebben we een uh, hele interessante gast bij ons uh, en dat is Esme. Esme is collega bij mij bij Grow Coaching Business een uh, grote nieuwe aanwinst binnen ons team. Zij heeft heel veel ervaring binnen de corporate en de corporate betekent niks meer als de grote bedrijfswereld. Uh, Esme's quote is eigenlijk altijd Waar ik kom, daar komt verandering. Ik ga niet te veel woorden en vuil maken. Ik wil dat SME vandaag ook zelf veel aan het woord is, veel gaat vertellen. Maar vooral ook belangrijk waarom ik aan de confrontatie podcast heb uitgenodigd. Uh, want de confrontatie is iets wat ik, uh, ik en SME dagelijks aangaan. Uh, met de werkelijkheid, met de realiteit en wat ons gegeven is. Dus uh, SME. Ja, tel. dankjewel, Martin. Uh, nou ja, ik ben Smee. Je hoort het al van Martin. Ik ben uh, sinds kort uh, bij het team uh, van Grow Business. Uh, veel ervaring in de corporate, 35. Uh, ja, en de reden dat ik volgens mij ben uitgenodigd door jou is omdat ik suikerziekte type 1 heb. Dus dat betekent dat ik chronisch ziek ben. En uh, daar gaan we het nu volgens mij over hebben, deze podcast. Ja, en dan zie ik jou lachen terwijl je zegt dat je gewoon eens ziek bent. Eh, voor de luisteraar kan dat misschien zo zijn van oh, chronisch ziek. En nou, dan zeg je dat toch niet met een lach? Want... Maar wij eh, over het algemeen zijn best wel optimistische personen What? daarin. Hè? Ja, zeker vertel. Nou, ik vind gewoon. Uh... Ik ben natuurlijk niet altijd zo geweest dat ik altijd uh, vrolijk was. En, uh... Maar weet je, je bent, je bent je ziekte niet. En volgens mij bepaal je heel erg. Um... Op de manier waarop jij jouw ziekte benadert en de manier waarop jij daarmee omgaat, hoe jij in het leven staat. En wij zijn allebei heel positief. Uh, we proberen ook alles eruit te halen wat erin zit. En daarom heb ik ook alle redenen en veel redenen om te lachen. Um, ja, en zo, zo zie ik het ook gewoon echt. Ja, want je hebt dus suikerziekte type 1. Um, het onderwerp van de podcast is dus ook vandaag van ondernemen met een, met een ja, gezondheidshandicap. Yeah. Ik heb zelf dus een oogaandoening, een erfelijke oogaandoening, uh, waardoor ik dus uh, ja, legally een, sowieso nachtblind ben en uh, overdag links 50% zie uh, met mijn linkeroog dus en rechts 30%. Ja, dat is beperkend. Um, welke beperkingen ervaar jij zeg maar door jouw suikerziekte? Uh, nou, ik ben ziek geworden toen ik 13 was, geloof ik. Pin me er niet op vast. Volgens mij was ik 13, 14. Um, dus dat is best wel een cruciale fase in je leven. Waarin jij heel erg gevormd wordt als kind, maar ook als jong volwassene. Um, dus toen, er, ja, er, zou ik zou maar zeggen: heel veel beperkingen van oké. Okay, uh, kijk, nu heb ik een insulinepomp. Nu heb ik een uh, sensor. Uh, ik heb inmiddels mijn eigen afwisklier gebouwd. Daar kunnen we het later over hebben. Maar toen ik ziek werd, was dat echt niet. Uh, ja, bestond dat niet eens. Want toen moest ik dus iedere dag heel veel medicijnen spuiten, letterlijk. Met een, uh, een naaldje. Dus ja, dat maar... was al eigenlijk de eerste beperking. Ja, en hoe werd je dan. Ziek op je 12 of 13, want uh, ja, zoals ik type 1 diabetes ja. ken, is het iets erfelijks of uh, krijg je het mee vanaf de geboorte? Hoe, hoe kan dat dan zo zijn ontstaan? Nou ja, uh, je hebt uh, twee types. Je hebt type 2 en je hebt type 1. Um, type 2 is vaak erfelijk en heeft te maken met overgewicht of heeft te maken met uh, slechte leefomstandigheden. Uh, nou, of zwangerschap kan je ook tijdens uh, zwangerschap krijgen. Uh, en type 1 is uh, wat dat betreft aangeboren. Uh, en vaak ontdekken ze dat op een latere leeftijd. Bij mij was het wel heel erg laat. Uh, nou, ik heb ook een echo gehad van mijn uh, alvleesklier. En die blijkt gewoon te klein te zijn voor mijn lijf. Waardoor dus ergens een, uh, een proces is ontstaan in mijn lijf. Waardoor ik dus suikerziekte heb gekregen. Toen ik dus 13-14 was. Ja. En is dat proces dan verergerd in die jaren? Zeg maar tot die tijd. Uh... Waardoor het in één keer naar boven kwam. Of waarom kwam het dan naar boven? Nou ja, het kwam naar boven. Omdat uh, als je suikerziekte type 1 hebt. maak je dus zelf geen insuline aan. Dus dat betekent. En ieder mens heeft insuline nodig. Uh, maar bij jou, uh, als in het gezonde lichaam, uh, reguleert jouw uh, lichaam dat zelf. Nou, bij mij dus niet. Nou, en op een gegeven moment zag je gewoon dat ik vanaf groep 8 tot en met de middelbare school heel veel ziek was. Heel veel infecties had. Heel veel blaasontstekingen. Um, ik uh, op de laatste fase, zal ik maar zeggen, voordat ze het ontdekten, begon ik heel veel water te drinken. Uh, iced tea, chocomel. Gewoon echt heel de dag was ik aan het drinken. Um, nou, en dat is een teken van hoge suikers. Mijn ontstekingswaarden waren ook echt enorm hoog. Um, en ik was al heel vaak naar de huisarts geweest om uh, voor bloed te uh, testen. En, uh, maar um, het was een beetje jammer, want de huisarts heeft me eigenlijk altijd weggestuurd met allerlei antibiotica-kuren, twee jaar lang. Uh, maar hij heeft mij nooit getest op suiker. Um, en als hij mij dus eerder had getest, dan was het dus eerder naar boven, uh, naar boven gekomen. En ik weet niet of... Of dan mijn aldiesklier minder erg beschadigd was, dat weet ik dus niet. Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet nu wel dat de huisarts wel heel veel fouten heeft gemaakt. Uh, in, ten, in die twee jaar, zeg maar zeggen, dat ik bij de huisarts liep en continu een blaasontsteking had. of infecties had. Terwijl, ja, een kind van uh, 12, uh, 13, uh, 11 jaar. ja, die hoort helemaal geen zoveel infecties te hebben. Dus er is eigenlijk nooit echt een goed gedegen onderzoek geweest. Waardoor uh, tweede kerstdag. Uh, zijn wij op een gegeven moment uit eten geweest toen. Ik ben nu 35. Nou, toen was ik dus 13, 14 jaar. En uh, mijn moeder zit in een gezondheidszorg. En op tweede kerstdag gaan we altijd eten met onze familie. En toen was ik eigenlijk alleen maar aan het drinken. Ik was inmiddels al heel veel afgevallen. Ik, ik woog echt nog maar. Uh, nou, ik, ik weet niet hoeveel ik woog, maar ik was echt in een hele korte periode 10 kilo afgevallen. En uh, mijn moeder op een gegeven moment die zei van: uh, ja, wat, wat drink jij veel, weet je? Wat heel apart en ik, ik ging ook heel erg uit mijn mond stinken naar als het om ze zei mijn moeder op tweede kerst of volgens mij heb jij suikerziekte nou ik had nog nooit van suiker gehoord het enige wat ik wist van suiker was een kennis en naast de kennis van mijn ouders die suiker had en die zat in een rolstoel en uh, die spoot uh, heel de dag uh, insuline en dan zag er best wel altijd wel eng uit um, nou, en de, de, tweede, de dag na de tweede kerstdag. Uh, had ik toevallig alweer een afspraak staan bij de huisarts. voor een, uh, voor een onderzoek. En uh, mijn moeder is ook, ga met jou mee. Maar mijn huidige huisarts, die was er niet. Die moeder was overleden. Dus ik had een andere huisarts. En die zei meteen: ja, ik ga jou testen op suiker. Nou, mijn suiker was, uh, als het goed is, uh, iets van uh, 25. Door het dak heen? Door het dak heen. Ik was eigenlijk niet de bedoeling dat ik nog überhaupt op mijn benen kon staan. Want je suikerwaarde moet eigenlijk tussen de 4 en de 7 zitten. Nou, bij mij zat die echt uh, veel te hoog. Nou, en toen is eigenlijk de rollercoaster uh, van start gegaan. En uh, ben ik eigenlijk meteen uh, diezelfde dag begonnen met spuiten van insuline. Zo, meteen ja. die, die naald erin. En ook meteen zelf, hè? Want ja. Ja, vroeger waren die naaldjes best wel uh, heftig. En ik dacht, hoe ga je, hoe ga je jezelf injecteren... Als 14 jaar, zou ik maar zeggen, met insuline. Ja, en waarom zelf? Ja, want ik moest uiteindelijk ook op school mezelf kunnen injecteren. Kijk, Kijk en ja. mijn moeder was er natuurlijk nog niet altijd bij, mm. gelukkig maar. Maar dus ik moest het dus uiteindelijk gewoon. Gelukkig ja. maar. Ja. <laughs> okay. Want je moeder wilde overal meenemen. Dus op een gegeven moment ja, moest ik gewoon vanaf die dag meteen spuiten in mijn buik. Uh, en uh, ja, super heftig. Ja, dat begrijp ja. ik. En uh, ik herken ook heel erg wat je zegt. Uh, tiener, je was veertien. Yeah. Ja. Ik was ook veertien toen ik te horen kreeg. Um, ja, ik zal even kort vertellen hoe het yeah. bij mij ging. Ik, uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik s'avonds gewoon wat minder zag. En toen stond ik op een gegeven moment in de slaapkamer bij mijn moeder. En ik zeg: Mama, ik, 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 volgens mij zie ik niet zo goed. Want ze stak. En toen stak ze een paar vingers op. En toen zei ze: Hoeveel vingers steek ik op? En ik, ja, ik gokte gewoon niets. Het klopte voor geen kant. En uh, toen zei mijn moeder, oh, dit is niet goed, jij ziet gewoon niet goed, je hoort het te kunnen zien. Weet ja. wel? En het was schemerig dan in die slaapkamer. En toen zijn we naar de oogarts gegaan, toen ik al jarenlang wel een bril had, min, min, min anderhalf of zo, dus niks heftigs nee. Nooit iets heeft vastgesteld, ook overeenkomstig met jouw verhaal. Ik, denk dat, ik heb zoveel mensen gesproken in de medische wereld, die gewoon als ze er eerder bij hadden geweest, eerder beter hadden gekeken en niet een nummertje waren geweest, dat er gewoon zoveel had voorkomen kunnen mm. worden. Uh, het systeem is daarin wel gewoon fucked, om um, yeah. uh, zo te zeggen. Maar terug tot mijn verhaal. En uh, ja, toen kreeg ik dus op mijn veertiende ook te horen van... Ja, Martin, uh, je hebt retinitis pigmentosa. Dat is denaturatie van het netvlies. Dat wil zeggen dat je cellen in het netvlies langzaam aan het uh, afsterven. En uh, ja, dat begint met nachtblindheid, is dus wat je nu merkt. En dat kan je kijkveld verkleinen. En uh, je zal nooit kunnen autorijden. En uh, je moet de katoorwaan gaan nemen. Uh, en dan hoor je dan op je veertiende... Ja, ja dan super je vol. heftig. Dan schiet je vol. Ja, tuurlijk. Ik denk, wat de fuck we hier, maar ja, ik had ergens altijd die drive in mij. Ik zeg, ja, ga jij mij vertellen, ik kan geen auto rijden, vriend? Ik precies. tegen die ogen had. <laughs> ik zeg, ga jij dan nou tegen mij vertellen dat ik een kantoor aan moet gaan nemen en veilig moet. Ja. Nou, mijn leven is alles behalve dat geworden. Uh, en daar ben ik heel blij mee dat ik, dat ik zo ben, dat ik dat zo mm. heb aangepakt. Uh, dus de confrontatie uh, die we jullie vandaag ook willen meegeven is. Wees fucking dankbaar als je gezond bent. Ja, 100%. 100%. Wees fucking dankbaar. Want ja, uh, wij joods ons niet veel zeiken, zeg maar. Ik denk ook dat ik pas sinds een half jaar echt erken naar buiten dat ik dit überhaupt heb. Natuurlijk hmm. was ik er wel gewoon eerlijk over naast. Maar als ik het niet hoorde te zeggen, zei ik het gewoon niet. Weet je wel, liever niet in ieder geval. Uh, ja, ik heb het eigenlijk trouwens ook gewoon. Fuck je, voor pijn en moeite, wel gewoon mijn rijwijs gehaald. Ik ja, fuck je dat ik het op de podcast zeg, maar, maar ik had mijn uh, vriend van mijn moeder, die was rijinstructeur, mijn nieuwe vriend van mijn moeder. En die heeft me samen misschien wel 70 lessen gegeven, nee. ook gewoon in eigen <laughs> tijd. En ik heb gewoon mijn fucking rijwijs gehaald. Weet je wel. Nice. Uh, twee keer gezakt, derde keer haal ik hem. Hoppa. En, uh, ja, dat was, dat, dat was zoveel. En het was uiteindelijk gewoon fijn. Tuurlijk stapte ik niet s'avonds de auto en ik weet echt wel wat ik wel niet kon doen. Ja, gelukkig. Ja. Uh, yeah. uh, nou, tot, tot eigenlijk afgelopen september. dat ik een paaltje raakte. met mijn auto. Uh, overdag, dat ik verblind werd door de zon. Uh, wat natuurlijk. iedereen kan verblind worden door de zon. maar voor mij, ik vang iets meer licht op overdag. Dus Het is yeah. allemaal net wat te net wat helder. En ik zie ook wat waziger daardoor. door als het veel licht is in een kamer. of, of buiten, dus in de auto. Nou, op het raam. en ik raak een paaltje. En ik reed natuurlijk heel zacht. want ik voelde dat ik verblind werd. En ik raakte hem en ik schrok. En ik schrok en er werd zoveel in mij losgemaakt, zoveel getriggerd, zoveel ja. emotie. Dat ik thuis echt besef, fuck. Iemand zou denken, ja, een paaltje raak kan gebeuren. Maar ja, voor jou voor mij, op het bes moment, ja. voor mij besefte ik, fuck, misschien begint het nu toch wel onveilig te worden. Ja. En toen heb ik sindsdien ook niet meer auto gereden. En uh, ja, ik hoop dat ik in de toekomst dat ook nog wel kan doen. Zelfrijdende Tesla dingen. Of We hadden het er maar. net al over. Ja, ja. maar... Uh, dan moeten we zeker allemaal nog goed gaan goedkeuren dat het mag, die zelfrijdendheid. Maar wat ik wel daarmee wil zeggen is: van hé, hey, ja, dan begint een bepaald rouwproces zeker. weer geactiveerd te worden. Het is elke dag een rouwproces, omdat het is ook niet zoiets ah, dat kom goed. Weet je wel, mensen zeggen ah oh, ik kom goed en dat zijn uh, nieuwe studies. En... Maar dat het goed komt en dat het, dat weet ik, hè? zeg maar: het komt goed, ik heb er vertrouwen in. Maar toch elke dag, kijk, als ik nu naar jou kijk, zie ik je wazig En uh, dat, is, dat is niet iets waar je omheen kan of zo. Hè? Nee. Het is constant. En uh, ondanks dat mag ik trots op mezelf zijn, ben ik trots op mezelf wat ik bereikt heb. En ik begon eigenlijk al met school natuurlijk, dat je van VMBOT ben ik naar een research master gegaan. Ja. Het is toch een bepaalde drive die Klopt. ik daaruit haal. Hè? En natuurlijk zijn er andere factoren die me ook die drive geven, maar ik voel me gewoon niet stoppen. En, en daarom zie ik dus de aandoening ook als blessing soms. Ja, dat is de instelling die je dus zelf. Soms kiest altijd, ja. Hoe je er dus mee omgaat. Ja, om een deel verantwoording nemen, we het ook over Ja, ja. ja en ook, jij zegt net uh, heel mooi, hè, van dat je dan uh, die, uh, uh, dat bericht krijgt van de arts: van uh, ja, jongen, uh, uh, geef je leven maar eigenlijk op. Zo wordt het dan eigenlijk gebracht. En dat jij dan uh, meteen uh, uh, die emoties dan hè, naar boven komen. Ik moet wel zeggen, toen ik die diagnose kreeg, toen. Uh, ben ik eigenlijk meteen in mijn uh, bekende patroon uh, gestapt, hè? De, de, de vechterspatroon? Parentificatie, Parentificatie, meteen naar het hoofd. Meteen naar het hoofd. Dan moeten we misschien een andere keer een podcast voor opnemen. Maar goed, um, gelijk echt als ouder voor ja. je kind zorgen, denk ik. Dat is wat ik bedoel. Ja. Maar vertel. Ja. Nou ja, dus hè, um, ik ben toen ook meteen in die vechtmodus gegaan van uh, ja. Het komt allemaal goed en uh, ook al heb ik suikerziekte type 1, het zal me worst wezen. Ik bepaal zelf wel uh, hoe mijn leven er uh, daardoor wordt beperkt, of juist dus niet wordt beperkt. Ja. En dat heb jij ook gedaan. Exact. Ja, ja en kijk, uh, waar wij meteen ook hè, de eerste call die wij hadden, ik ken je natuurlijk ook als vrouw van, van Albert. Ja. Shout out naar Albert, lokaal werkt. Ja, <laughs> zal die leuk vinden. Maar uh, ja, uh, ik wist verder weinig van jou. Yeah. En uh, ik geef hem die call en dan wilde er echt meteen daarop ook een klik van... 100 uh, Ik ben niet uh, vaak heel snel oordelend of zo. Maar als ik mensen hoor zei ik om kleine geniepige dingen. Oh, van kan niet parkeren hier of weet ik veel, weet je Je kunt van alles bedenken. Waar frustreer je over? Waar frustreer je over, weet je wel? Het is niet voor niks dat ik binnen Groot Business ook de, voordat jij daar was... Het licht werd genoemd. Wordt ja. genoemd. Wordt nog steeds genoemd. Omdat ik, ja, weet je... Optimistisch, die kan ik om dagen. En dat Klopt. is echt, gewoon omdat ik me ook zo voel, weet je wel? Ik, oh, wat struggelen gewoon met een klant niet betaald of baba. Tuurlijk is het soms irritant, hè? Maar kom op, weet je wel? Uh, ja, choose uit. your battles, choose your battles. En uh, uh, ook vooral van, uh, wat wil je zien? Is er dan ook daadwerkelijk? Snap je? Kijk, ik kan ook iedere dag denken van, oh ja, ik zit. Uh, Iedere dag zit er een dikke naald in mijn rug of in mijn bil, of in mijn uh, arm, omdat die insuline er doorheen moet. Ja, die voel ik iedere dag zitten. Ja. Weet je dat ik er nooit bij stilsta? Tenzij Olivia bijvoorbeeld mijn dochter uh, ergens tegen aanbotst dat ik denk, oh ja, daar zit hij. Ja, uh, even daarop terugkomt. Ik denk dat voor heel veel mensen niet eens helder is waarin je beperkt wordt met suikerziekte. Wat dat dan precies betekent in jouw leven. Hoe onderneem je daarmee? Ja, nou, uh, ik kom natuurlijk vanuit de politie. Ja, mogen we iets meer achtergrond van jou? Want zij kennen ja, jou natuurlijk niet. Nee. Uh, ja, heel veel achtergrond? Of, uh, vanaf, ja, gewoon, hoe, hoe, ja, gewoon letterlijk vanaf uh, uh, jouw carrière, laten we het zo zeggen, tot aan nu. Nou ja, uh, de beperking die ik sowieso had met mijn suikerziekte was al tijdens mijn studie. Laten we daarmee beginnen. Mm -hmm. Want... Uh, ik had natuurlijk altijd die spuiten, de hele apotheek had ik, heb ik altijd overal mee. Nou, dus uh, tijdens de lessen moet je dan ook spuiten. En van sommige leraren mocht dat dan niet. En uh, ik moet op bepaalde momenten eten. Tenminste, zo had ik het vroeger altijd ingedeeld. Uh, omdat je heel erg uh, werkt naar. Ik werkte altijd toe naar een eetmoment. Waardoor je dan ook insuline toedient, nou, et cetera, et cetera. Zonder op alle details uh, in te gaan. Anders zitten we hier nog drie uur. Um, had ik echt wel een vast ritme van: oké, okay, zo laat wil ik eten. Dus ook zo laat wil ik mijn insuline. Dus dat is al een beperking. En je kan gewoon. Um, stel je voor, ik wil um, gaan sporten over een uur. Dan moet je eigenlijk al incalculeren de ochtend. Van oké, okay, maar uh, ik ga dadelijk sporten. Dus dan heb ik dus minder insuline nodig in mijn lijf. Waardoor ik dus minder uh, insuline moet toedienen. Zodat ik kan sporten. En die flauw altijd tijdens het sporten. Dus dat was met gym en zo, was dat echt funest. Want, ja, je, en je wil ook gewoon uh, als puber alles losvreten uh, wat, uh, wat er is. En uh, ook de slechte dingen. En ik rookte zelfs toen ook nog. Ik ben op een gegeven moment ook gaan roken ergens toen ik 17 was of zo. Dus... Nou, daar heb je het ook over op, op stappen. Uh, precies hetzelfde. Dan sta je daar hè, in een wc'tje, jezelf uh, insuline toe te dienen. Hartstikke sexy, manieus. Waar, an waar, waar andere mensen de sleutel pakken en dan pak jij de insuline naald. <laughs> ja, dat. Nou, en in mijn carrière was het zo. Ik vertelde dus nooit, en dat hoeft ook trouwens niet tijdens een sollicitatiegesprek, dat ik ziek ben. Ik vertel daar dus ook nooit. Herkenbaar. Want ik wil gewoon niet dat mensen denken... oh ja, dan uh, is zij een halve handicap. Dus uh, daar gaan we niet uh, aan beginnen. En ik heb tijdens mijn mbo en mijn hbo... Um, heb ik altijd echt... Nou, 36 uur niet gewerkt misschien... maar wel echt tussen de 32 en 36 uur. Ik heb echt, echt hard gewerkt. En toch op een of andere manier... kon ik het altijd managen... om met mijn suikerziekte te werken. En ik werkte binnen de logistiek... Nou, dat is hollen en uh, rennen en, uh, en stilstaan. Ook niet echt een goede combinatie met suiker. Maar ik heb echt nooit problemen daarmee gehad. Omdat ik dus zo goed wist om daarmee om te gaan. Maar aan de andere kant vergt het dus wel een hele flinke voorbereiding. Waarin ik niemand dan bij betrek. Maar wel mezelf. En uh, als je dat dus niet doet, is het, wordt het dus wel een beperking. Want dan leef je dus echt met de dag. Ja, de, de, ja dat kan ik dus niet. Ja, ik hoor het je zegt En het kost natuurlijk ook heel veel energie. Hè? Letterlijk. Ja, super veel energie. Als ik, uh, ik ben letterlijk, uh, sinds ik dus het afgelopen half jaar hulp gaan aannemen, terwijl ik dat eerst heel erg blokkeerde. Yeah. Nee, ik doe het allemaal zelf wel en het komt goed. En ik ben niet anders. Uh, weet je wel, behandel mij zoals ik ben. Yeah. Uh, is dat uiteindelijk dus voor mij veel beter om gewoon die hulp te ontvangen? Dus mijn voorbeeld is dat ik dus de ergotherapeut. Uh, überhaupt naar mijn thuissituatie laat kijken. Oké, okay, hoe, hoe deel je bepaalde gebieden in, in je woonkamer, in je slaapkamer, bij de garderobe, de lampjes die daarop schijnen, yeah. uh, de knopjes op de magnetron, weet je. Hij gaf me supergoede tips, uh, terwijl ik dacht, yo, ik weet het allemaal. <laughs> nee, waarom, waarom doe ik net of ik het allemaal weet, yeah. terwijl er misschien duizend anderen zijn die ook al geholpen zijn met dit soort dingen. Precies. Maar de reden uh, waarom ik het aanhoud ah, is, die energie, aangezien ik dus gemiddeld misschien iets minder dan de helft zie dan een gemiddeld persoon, uh, vertelde die ergotherapeut, Martin, een gemiddeld persoon heeft ongeveer 30% van zijn energie op een dag nodig voor zijn visuele opname. Dus alle stimulus, alle prikkels die jij visueel opneemt, als, laten we zeggen, een gezond mens met gezonde ogen, kost jou 30% van jouw energie al. Wow, dat wist ik niet eens. Ja, ik ook niet. Eh... Uh, op het moment dat je dus de helft ziet, of minder dan de helft ziet, kost het niet 30%, maar 60%. Van, mijn energie gaat al naar alleen maar kunnen zien op een dag. Dingen kunnen vinden, zoeken, opnemen, kijken. Wat? En nu, ik zeg tegen de ergotherapeut, ik zeg, Richard, heet hij. Nu snap ik waarom ik s'avonds <laughs> helemaal kapot ben. Okay. Maar, maar tegelijkertijd denk ik, oh, dan heb ik al die jaren met school. Met die ja. kleine lettertjes, alles. Zo mezelf lopen, pushen, doorzetten. Mm -hmm. Dat ik nu snap waar mijn industrie sinds 93 is, <laughs> <laughs> doorzetten. Uh, maar echt waar, ik begrijp nu gewoon, ik heb het s'avonds gewoon echt Moe ontspanning, ja. moeite. Ik moet gewoon echt chillen. Ik moet gewoon geen schermen. Dat is wel voordelig voor het slapen natuurlijk ook. Ja. Maar ik moet echt chillen. En mijn slaap is zo ontzettend belangrijk voor mij. Voor Want mij ook. Voor mij ook. Als, ik, als ik niet goed slaap. Uh, laat ik zeggen, een avondje stappen alcohol. After, weet ik het allemaal. Ik word voor de dag wakker. En ik zie gewoon slechter. Ja. Omdat mijn ogen niet hebben kunnen herstellen. Nee. Dus ik heb daar gewoon fataal last van. Dus ik ben heel bewust bezig met wat ik wel en niet doe. En hoe laat ik het maak En waar ik wel en niet heen ga. Zeker. Maar even terugkomend op jou. Uh, ja, misschien heb ik geen goed antwoord gegeven net op jouw vraag. Het is gewoon: uh, suikerziekte heeft zodanig veel impact. omdat je dus alles in moet bouwen en in moet calculeren. Dus je bent eigenlijk heel de dag. voor iemand met dyscalculie. Uh, um, ben ik dus heel de dag aan het berekenen. Oké. Okay, uh, wat nou, als de situatie daar zo is, uh, hoe moet het dan met mijn insuline? En uh, ik kan beter niet in de pauze gaan wandelen, want dan ga ik naar beneden en ik heb dadelijk uh, een meeting. Snap je? Mm. Dus je bent, en ook met je voeding. Uh, hoe hoger, hoe veel uh, wisselingen jij in jouw suikerspiegel hebt, hoe vermoeider jij op een gegeven moment raakt. Dus voor mij is slaap ook super belangrijk. Want als ik tijdens mijn slaap mijn suiker niet stabiel is, heeft mijn lichaam dus letterlijk niet geslapen. Snap je? Ik snap dus dan het. word je gewoon, ja, wakker, terwijl mijn lichaam zegt, ja, uh, je, je bent al heel de nacht bij je bezig geweest, dus misschien heb je nou meer rust nodig. Maar zo werkt het dus niet. Nee, want je hebt ook een leven. Ik heb ook een leven. Ik dacht dat uh, Jur, de doorrekenaar met uh, ja. die alles calculeert, uh, Benikro <laughs> was, die ik dadelijk ook uh, in de volgende podcast heb. Maar dat ben jij dus. Ja, eigenlijk wel. Ik moet alles berekenen en zelfs met eten moest ik alles berekenen. Uh, hoeveel je dan eet, boter met pindakaas, reken ook dan de pindakaas op naar koolhydraten en zoveel insuline heb je dan weer nodig. Dus je bent heel de dag aan het berekenen uh, en aan het inschatten van oké, okay, wat gaat deze activiteit doen met mijn lijf. Uh, dus hè, als je het hebt over alcohol en drugs, ik heb dus nog nooit alcohol of drugs gebruikt omdat mm. ik dus mijn, mijn lever moet zoveel insuline omzetten, zoveel medicijnen omzetten. Ja, ik, ik kan mijn lichaam het gewoon niet aandoen. Om nog meer shit te moeten processen door die lever. Snap je? Je hebt maar één lijf. En uh, daar ben ik super zuinig op. Ja, en dan ben je ook nog eens moeder. Waar we het dadelijk over gaan hebben. Ja, yeah. uh, natuurlijk super mooi. Moet je ook weer dingen voor, uh, voor voorbereiden hè, en uh, incalculeren. Uh, dus als je het zo hoort, dan ben je dus eigenlijk al heel veel bezig met, met calculeren van hoe ja. je dag eruit moet zien, je week, misschien wel je maand, je vakanties. Klopt. Maar waar ik vooral op een is natuurlijk ook, hè, ons doel op ondernemers ook heel veel, hoe doe je dat dan? Want hè, je gaf net aan, oké, okay, je hebt die studententijd gehad en de politie. Ja. En daarna ook nog nu Arriva, dus vertel. Nou ja, bij de politie is natuurlijk. Uh, ik heb niet een, uh, in, uh, een, uh, op straat gestaan. Hè? Dus ik heb niet de blauwe opleiding gedaan, zoals dat heet. Je was om, geen woud. Ik, ik was geen woud, <laughs> domme. Uh, ik heb geen agentopleiding gedaan. Maar uh, bij de, ik weet nog, ja, ik wilde van klein af aan altijd naar de politie. Moet ik misschien ook een keer een podcast vooropnemen. Om dat uh, verder toe te lichten. Maar uh, dus ik heb eigenlijk al heel mijn leven lang gewerkt. Na het moment van ik ga ooit bij de politie werken. Totdat ik natuurlijk ziek werd. En toen dacht ik. Van wel, maar mijn droom, dat kan dus niet meer. Want eh, vroeger was het zo dat op die uh, functie eisen bij de politie stond ook dat je dus niet ziek mocht zijn. En, uh, maar toen dacht ik van ja, hoe ga ik dan in godsnaam wel binnenkomen bij de politie? Nou, en via een zij- en -in stroomingang ben ik binnengekomen bij de politie. Maar ik heb dus ook nooit een medische keuring hoeven te doen, omdat ik binnen de informatieorganisatie heb gewerkt van de politie. Um, Mogen we daar iets meer over weten? Het ja, klinkt heel spannend. De informatieorganisatie is eigenlijk uh, uh, alle rechercheonderzoeken, of alles wat uh, de, de politieagent op straat doet, is natuurlijk ingefluisterd door met informatie. Bijvoorbeeld, uh, uh, als een uh, om het praktisch te maken, zodat de, de kijker ook weet wat ik, uh, wat ik bedoel. Um, als er een uh, 1-2-melding komt en uh, de politie gaat naar een melding toe, um, dan krijgt een andere afdeling uh, op de meldkamer uh, bijvoorbeeld um, die melding ook door. En die kunnen informatie gaan zoeken over het adres waar ze naartoe gaan, zodat ze al uh, informatie gestuurd eigenlijk naar een noodmelding uh, gaan. Snap je dan wat ik bedoel? Mm -hmm, ja, zeker. Nou, dat, is de, he, dat is een tak van de informatieorganisatie binnen de politie. Nou, en ik heb dan uh, meerdere, op meerdere afdelingen gewerkt binnen de, de informatieorganisatie. En als laatste heb ik bij uh, de criminele inlichtingendienst gewerkt. Daar ga ik trouwens niet veel over vertellen. Maar um, de impact van mijn suikerziekte uh, op mijn politiewerk is wel dat je dus super berekend alles moet gaan doen omdat uh, het is ook uh, rennen en stilstaan binnen de politie. En uh, ik weet nog toen bijvoorbeeld de tramaanslag was in, uh, in Utrecht. Want ik heb altijd in Utrecht gezeten. Dan zit je dus wel echt met nachtdiensten. En nachtdiensten zijn gewoon funest voor als je suikerziekte hebt. Maar omdat ik mezelf altijd fit heb gehouden. Ik sport vier keer in de week. Ik doe heel veel met voeding, met slaap. Heb ik het wel altijd kunnen managen. Ik heb nooit slechte suikers gehad. Dus ik denk... Er is ook misschien geen antwoord op jouw vraag, maar ik denk gewoon dat er meer in de voorbereiding zit. Van hoe, hoe jij jezelf, um, uh, hoe zuinig ben jij op jouw lijf? Dat je wel andere dingen kan doen die waarde hebben voor jou. Uh, zoals de politie was, he, was en is nog steeds heel waardevol voor mij. Um, dus maar hoe ga je daar dan mee om? Wat laat je staan om uh, daadwerkelijk te kunnen doen wat je heel graag wil doen? Mm. En ik weet niet of dit heel vaag is, maar ik heb dus echt hele. Beslissingen gemaakt van oké, okay, wat is waardevol voor mij en wat is niet waardevol voor mij. En waar, waar ga ik me in, gaat mijn energie naartoe en waar niet? Snap je? Ja, ik begrijp 100% uh, wat je bedoelt. Misschien om het uh, even samen te vatten, is het gewoon echt verantwoording nemen over die beperking. Daarna te voorbereiden, zodat je toch gewoon kunt leven en daar ja. ook van kunt genieten, maar ook dat je je droom kunt ja. bereiken. En dat is natuurlijk uiteindelijk uh, de uitdaging. Hè? Jij krijgt in eerste instantie te horen, ja, de politie gaat het niet worden, of in ieder geval, dat is een beetje wat je gevoel erbij was. En toch is het je gelukt om op yeah. een of andere manier boeven te pakken. <laughs> ja, zeg maar, op, zeker. Wel, waarschijnlijk op een andere uh, manier dan dat je in eerste instantie had gedacht, maar het is je wel gelukt. Yeah. En, en, en dat is denk ik ook de verantwoording nemen van, hé, hey, yeah. je hebt een aandoening, je hebt een ziekte, maar je bent niet de ziekte. Nee. Je, hoeft er, je hoeft er niet naar te leven. En, en, en ik moet je vertellen: in het begin werd mij ook verteld. Martin, je kunt er van die forums op Facebook groepen, Kun je allemaal meedoen en de mensen ja, die ook ja, een gesprek ja. met Doos hebben. Nou, ik was toen nog vrij jong. Helemaal uh, nog ondernemend sowieso altijd al wel studeren, maar ik deed ook gewoon heel veel leuke dingen. geen wel heel veel stappen in tegenstelling tot jou misschien. Of in ieder geval, ik deed wel gewoon drinken en dat soort dingen. En ik ging naar zo'n Facebookgroep en ik zag zoveel van ja, yeah, I will never get a girlfriend. En yeah. uh, no one will like me. En uh, oh my god, I'm I'm, I'm becoming blind. En Ik dacht, die moet ik niet zijn. <laughs> zo, nee, negatief. Zo pessimistisch. Terwijl nee. ik zeg maar nu tien jaar later wel zeker behoefte heb aan like soort, gelijke mensen. En die uh, ja, zouden doormaken, maar die dan wel inderdaad optimistisch erin staan. Maar ik zou lotgenoten, letterlijk, om het even zo te zeggen, zou ik best wel meer in mijn leven willen hebben. Waarom? Omdat ik denk ook dat ik daar, als ondernemer zijn en de shit die ik doe, heel veel positieve invloed kan hebben. Dus ook daarin wil ik impact maken. Ja, en ik snap heel, ik voel jou helemaal, want ik heb, net, op Facebook zijn het ook heel veel van die suikers, die type 1 groepjes, en nou, ik heb daar ook nooit iets mee gehad. En, uh, ja, het is gewoon, inderdaad, hoe ja, wat vind jij, hoe, wat is jou, uh, hoe deel jij jou, uh, hoe deel je jezelf in in de maatschappij? Snap je? Want je kan altijd wel slachtoffer blijven van ik ben ziek. Maar dan zal je dus heel je leven lang het slachtoffer zijn. En dan gaan mensen zien, ja, Mart, ja hij is ziek. Ja, en, en, en dat is het mooie. En dan kom je bij een deel ziek zijn. Ja. En, en zeg maar, heel je leven ziek zijn. Snap je? Ja. Daar zit verschil tussen. Want aan de ene kant moet je niet zeggen: Nou, ik ben niet ziek. Hè? Al die jaar, wat ik al die jaar heb gedaan, eigenlijk bijna uh, gewoon leven alsof ik een normaal persoon ben. En gewoon uh, dingen doen alsof ik een normaal persoon ben. Terwijl je dat niet bent. Dat is het ook niet. Nee. Uh, want ja, er zijn gewoon dingen die je aan moet kijken. En er zijn gewoon dingen die je niet, die je nee, niet moet ontkennen. Zeker. En die je gewoon moet erkennen zelfs. En tegelijkertijd ook niet eraan toegeven. Dus aan de ene kant moet je erin accepteren. Klopt. dat Die acceptatie van, hé, hey, ik heb dit nu... en ik lever mee, zeg maar. Ja. Yeah. Maar tegelijkertijd moet je niet daarin weer... Ja, doordraaien... door te denken van, ja, alles in mijn leven... draait eigenlijk om de ziekte heen. En dat is een, dat is ja, een dat, dunne draad, hè. Ja, dat is een hele, hele dunne scheidingslijn. Um, want kijk... Ik weet zeker dat binnen de politie met mensen met wie ik samen heb gewerkt, die hebben of ze weten het niet dat ik ziek ben, of ze hebben mij nooit nu van gezien van oh, is mee, je moet wel rekening houden met haar, want zij is ziek. Snap je? Dus die scheidingslijn die, die jij nu benoemt, kan ook zijn van, uh, erken je jezelf goed voldoende dat je dus ziek bent? Mm -hmm. Uh, want die erkenning moet je jezelf echt wel geven, want anders ga je weglopen voor, uh, voor wat er is. Um, maar het is niet zo dat ik denk: van, ik moet dat mee te koop lopen. Juist. En, en, en dat is een bepaalde situatie waar ik dus nu aan moet denken, is uh, wat je laatst vertelde over die coaching sessie. Ja. Um, ja, dat was echt uh, akkoord. Ja, laten we, laten we even e e eerst daar terug. Gaan, voordat we naar die situatie gaan, we houden even de spanning over. Is goed. <laughs> um, Normaal zou nu een reclame komen. Hè? Ja. Okay. <laughs> nou, jij hebt dus over verantwoording nemen. Hè? En, ja. um, het gaat natuurlijk ook een deel over, waar heb je invloed op? Ja. Nou weet ik dat jij je eigen Elvis Clear hebt gebouwd. <laughs> Klopt. Uh, iets wat niet helemaal um, toegestaan mag? is in nee. Nederland, mag is en legaal is, zeg maar. Maar dat heb je wel gedaan. Vertel ons wat jij daarin hebt gedaan. Ja, nou op een gegeven moment was het zo. Ik, ik, ik werd gewoon helemaal. Ik ben trouwens eh, tien jaar geleden overstap van het spuiten naar een insulinepomp, want die heb je tegenwoordig. En een insulinepomp is dus een pompje met uh, insulinevulling, die jij uh, een paar dagen laat zitten. Vervolgens um, haal je die pomp er vanaf, vul je hem weer in een nieuwe en vervolgens kan je weer verder. Um, nou, dat was uh, al een uitkomst. Want dat betekent dat er continu naald in jouw lijf zit. Um, en daar dus insuline doorheen komt. Vervolgens is op de markt gekomen de insulinesensoren. Nou, die zie je soms wel in de sportscholen. Van die kleine ronde dingetjes uh, die mensen hebben opgeplakt op hun arm. Nou, ja, en die meten eigenlijk heel de dag jouw suiker. Uh, die kreeg ik op een gegeven moment ook. En toen dacht ik op een gegeven moment: van ja, we. Waarom bestaat het eigenlijk niet dat zo'n sensor kan praten met jouw pomp? Want dat zou echt zieke shit zijn. Dat klinkt als de missing tile. Maar goed, ik ben wat dat betreft ook niet technisch genoeg om te denken dat ik het zelf ga uitzoeken. Toen kwam ik op een gegeven moment op een Facebook groep. Loopt, dus L-O-O-P-E-D, B-E-N Nederland. En toen, ik ben daar opgekomen, daar nou, ging een wereld voor me open. Er zijn dus serieus hele slimme mensen in Nederland en echt een shout-out naar hun toe. Um, die dus een systeem hebben bedacht om een eigen app te bouwen waarin jou, jij jouw, eigenlijk is dat gewoon je alvleesklier, waarin jouw sensor praat met jouw pomp. En voor de duidelijkheid, afleesklier geeft insuline af. Ja. Die is bij type 1 diabetes dus defect. Een stuk, ja. Ga door. Nou, en um, toen dacht ik, oké, okay, wie kan ik hiervoor betalen <laughs> om dit te laten maken? Ja, toen kwam ik dus achter van dat het echt wel do-it-yourself uh, shit is. En dat dus, uh, er is geen één farmaceut die dit dus uh, voor jou fixt. Dus je moet ook nog eens creatief worden. Dus je moet ook nog eens creatief worden. En toen dacht ik, oké, okay, waarom zou ik dit niet kunnen en andere mensen wel? Want er zijn echt wat meer mensen die dit hebben gebouwd. En die dit gewoon kunnen. Alleen, je moet het dus wel zelf kunnen bouwen. Want stel je voor, ik zou tegen jou zeggen joh, bouw even dat ding voor mij. En ik leg het loodje na een week, omdat, het, omdat die app nu goed is afgesteld. Ja, wie, stel je dan, wie hou je dan verantwoordelijk daarvoor? Dus het is wel echt de bedoeling dat je hem zelf bouwt. Nou, en toen heb ik uh, via die uh, Facebook-groep een, uh, een maatje gevonden, Jelmer. Ik uh, echt respect voor Jelmer. Zonder Jelmer was het dit mijn gelukt. En zo naar Jelmer. Ja, um, hij is mijn uh, loopmaatje geworden. En met hem, met zijn coaching, heb ik dus die app gebouwd. En ik hoef dus nooit meer iets te doen. Echt super vet. Ik heb dus voor, voor elkaar gekregen dat mijn sensor praat met mijn. Uh, insulinepomp en zij zijn zo op elkaar afgesteld door middel van data over mezelf die ik erin heb gestopt. Uh, uh, hoeveel... Wat voor data? Ja, dus uh, hoe gevoelig ben ik voor insuline? Uh, hoeveel insuline heb ik nodig voor uh, één maaltijd bijvoorbeeld? Of hoeveel insuline heb ik nodig uh, om een uur door te komen? Want heel de dag maakt jouw uh, afwisselklier insuline aan uh, om die waarden goed te houden. Maar bij mij doet hij dus niks. Dus het is wel zo dat je ieder moment insuline nodig hebt. Dus niet alleen bij het eten. Dus, want als je dus, wat ik dus vroeger deed... was dus heel erg pieken. Dus je je mm. voegt insuline toe, dus dan ga je... eten, dan gaat die hoog... naar beneden, hoog naar beneden. Dat wil je niet. Je wil eigenlijk gewoon een hele consistente lijn hebben... Um, van jouw suiker. Nou, en ik heb dus nu mijn... Uh, ik heb toen een koelkast aangeschaft... een uh, een of andere um, Motorola. Een oude Motorola. Daar waar ik die app op heb uh, gebouwd. Via een Android studio... Samen met Jelmer dus aan de zijkant of aan de zijlijn en het is mij dus gelukt en uh, ik heb volgens mij ben ik nu precies bijna een jaar lang heb ik dus die alvleesklier gebouwd waardoor ik dus nu nooit meer iets hoef te doen dus ook al ga ik nou een mars eten met jou het komt helemaal goed. Oké, okay, en die geeft dat dus aan, die houdt de dus glucose bij. Ja, hij houdt echt alles bij. Dus ook je voor, ik ga nou een mars eten met jou. Dan ziet die sensor dus van oké, okay, die suiker gaat stijgen, dus we moeten iets gaan doen. Dus die geeft eigenlijk een soort van red flag van oké, okay, insulinepomp, uh, ga aan de slag. Je moet insuline toedienen en, uh, en die gaat zijn werk doen. En waardoor die suiker dus heel stabiel blijft. Maar ook, stel je voor, er zit wel een uitschieter in, waardoor die mezelf corrigeert. Dus wat je krijgt, is vroeger stond ik dus serieus om twee uur s'nachts, om vier uur s'nachts op, om mezelf dus insuline toe te dienen. Dat hoeft dus niet meer. Dus wow. het is echt super vet. Het is ook wel echt wel revolutionair. Het is nog steeds do-it-yourself. Mijn internist weet ervan en uh, die vindt het helemaal vet. Alleen ja... Het is dus niet uh, door de, de farmaceutische industrie uh, erkend als uh, toegestaan legaal, uh, legaal middel. <laughs> maar we houden wel van uh, buiten de randjes klikken. Sowieso, sowieso. En dat leer je dan ook wel doen als je een beperking hebt overigens. En toen kwam de situatie van de sessie. Ja. Want vertel, jij was uh, druk aan het coachen, je zat er helemaal dik in. Ja. Nou, weet je, ik ben natuurlijk sinds kort aan het coachen, samen nu nog in het begin, samen met Miro, omdat ik ook mijn eigen geluid aan het zoeken vinden ben. En ook ik van, um, ik zit nu best wel in een, in een weg naar mezelf. Oké, okay, wie hè, wie ben ik nou eigenlijk? Los van uh, los van de ervaring die ik heb binnen de corporate en de politie. Um, dus uh, nou, samen met Miro coaching. En uh, op een gegeven moment uh, voel ik dus dat ik dat er dus insuline door mijn lijf komt, maar best wel veel. Dus ik dacht van. Dus wel heel gek. En ik hoor ook iedere keer mijn pompen. of die, uh, die telefoon iedere keer zo bzz, bzz, Dus ik denk. Kroot, uh, ik moet dan nou wel even iets gaan pakken. Dus ik pak die telefoon. en ik zie die gast eigenlijk naar mij kijken. van serieus. gaat ze nou haar Insta. checken van hoe het ervoor. Dus Miro zo. ja, zij heeft suikerziekte type 1. Dus zij gaat even kijken. Uh, maar dan denk ik. Want is dat ding dan aan het piepen ook? Die ja, die was dus ja. aan het piepen. Je hoort ook uh, van die piepjes. Mm. Dus, uh, maar op een, een of andere manier vertel ik dan ook zelf niet van: ja, waarom vertel ik dat niet tegen die gast? Want die gast die denkt gewoon van: zij zit gewoon naar Insta te checken of zo. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen hem: van ja, sorry, dit is mijn telefoon en uh, ik moet uh, even mijn suiker checken. En hij, hij, daarna was het ook wel oké, okay, maar hij had wel zoiets van: oké, okay, dit is wel echt heel apart. Ja, of dat was jouw eigen verbeelding. Ja. Yeah. Dat kan ook, hè? Dat jij denkt dat. Het was gewoon hij... awkward, weet je? Ja. Voor mezelf, dat ik dacht: van, oh, ik, had, ik wil dit dus eigenlijk niet. Dit. Ja, precies. Dus ik denk ergens van: hé, hey, wat is dan een betere oplossing? Ja, ook voor me, ja, ja maar letterlijk van: hé, hey, ikzelf ook. Ik spreek dit letterlijk met, uh, okay. met, een, met een psycholoog: van hoe ga je met zo'n oogaandoening om? Ja. <laughs> Mensen die mij niet kennen, ik loop ze straal voorbij. <laughs> of, of mij wel <laughs> kennen, en ik sloop ze nog straal voorbij. <laughs> Uh, of ik kom ergens binnen helemaal verstrooid. Dat is niet omdat ik per se chaotisch ben, ja, nee. ook een beetje, <laughs> maar beetje. ook een beetje. Maar ook ben ik gewoon zoekende ja. naar uh, de juiste licht. Waar is het de deur? Toilet. Oké, okay, hier moet ik niet overheen vallen. Kijk alleen al hier naar de studio. Er zijn overal draadjes van ja, ja, ja. camera. Ik ben constant aan het observeren. Oké, okay, waar moet ik zo meteen opletten dat ik hier niet de helemaal destruct, <laughs> <laughs> ook dat. <laughs> en uh, dat dat hier niks meer van overblijft. Dus. Constant bij je aan dus ga ik constant mee, mee bezig en dan kun je dus eigenlijk beter binnenkomen van hey, hoi Martin. Aangenaam uh, ja, je hoeft niet bij iedereen, maar nee. als jij drie uur in een ruimte bent met iemand samenwerkt, waar wellicht mogelijk zou zijn, ja. dan kan ik beter zeggen: van, Hey, ik ben Martin. Uh, uh, ja. ja, niet ik heb een oog aan doen, maar meer van hey, mocht het dadelijk zo zijn dat 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 het er raar uitziet dat ik iets niet zie of zo, ik heb een oog doen... Uh, je hoeft me verder niet te helpen. Ik geef het zelf wel aan als ik het nodig heb, hulp. Uh, en dan weet iemand ook waar hij aan toe is. Klopt. Dan hou je dat awkward moment weg. En dat is dus iets wat ik echt aan het oefenen ben. Nou, en dat moet ik dus wel nog oefenen, want kijk, vroeger was het zo dat ik moest spuiten. Dus dan wist ieder, zei ik altijd van, ja, joh, ik moet even een, uh, een spuit zet. zetten <laughs> en, uh, en ik ga even weg. Maar nu ja. hoef ik dus niks meer te doen. Het enige wat mensen horen is continu dat ik piep als een een of andere bionische vrouw. Uh, dus toen ik bij Arriva startte, toen hadden we op een gegeven moment uh, mt daar, en ik, uh, ik was de hele tijd aan het piepen. Dus de hele tijd keken mensen om zich heen van, wat is daarvoor? Dus ik dacht, oh ja, shit, ik ben daar gewoon. Ik ben natuurlijk die piep. Dus toen vertelde ik het ook. En dan is het ook oké. Okay, maar ergens denk ik ook van, waarom, waarom vertel je dat niet gewoon van tevoren? Ja, waarom? Ja, en, en Miro is dus nu degene die altijd dus vertelt tijdens Koningszessen, ja, zij piept. Dus voortaan ga ik het gewoon... Uh... Die verdomde Miro, hè? Ja, jongen. Hij, bij mij ook. We zitten in het vliegtuig van Dubai naar uh, Nederland. Deze man die gaat letterlijk naar de Stoebach toe. Omdat we allemaal apart zaten. We hadden natuurlijk veel slaten mm. ingecheckt en dergelijke. Ja. Yeah. Dus ik zat apart. Ik had naar die Stoeba toe. Ja, yeah, my friend, wat was ook nog eens Arabische Emiraten vliegt. Ja, yeah, my friend has een uh, impaired vision. So, if something happens or he doesn't see you, you need to help him. En ik ging daar helemaal niet lekker op, weet je wel. <laughs> ik denk, oh, ik, ik kan echt wel alleen vliegen, weet je wel. Dat is ook meteen mijn trots dan ergens. Maar ik snap het wel. Ja, super lief van Miro. Miro Su heeft toch een klein hartje, jongens. <laughs> ja, onder, onder die huid, hè. Die ja. dikke huid. Nee, maar dat is dus wel... Uh ja daar heb ik ook moeten mee, want ik denk het is helemaal niet fucking relevant dat die stoel maar nou ik weet. vind het dus ook niet relevant ik denk maar hou, hou je kop ik ja. uh, laat me lekker piepen ja. waarom moet iedereen altijd alles <laughs> weten maar goed ergens is het ook gewoon uh, de transparantie want daar sta ik ook heel erg voor transparantie dus ja, ja. maar het is gewoon uh, een awkward onderwerp denk ik ja en uh, wij zijn daar elke dag lerende in. ja want de, de, nogmaals, de ene dag is minder heftig, de andere dag is heel heftig. De, de, de gevoelens kan van moment tot moment switchen. Zeker. Uh, dus daar moet je ook gewoon leren omgaan. En dat is constant een bepaalde persoonlijke ontwikkeling Klopt. die je meemaakt. Ja, ik, en, ja, ja. Ga door. Nou ja, ik wilde dus eigenlijk ook eens een bruggetje maken van hè, naar de gezonde mens. Dat uh, ik zie dus, uh, hè, ik sport heel veel en uh, wij komen met heel veel mensen in aanraking. Hè, binnen, ook binnen Grow en uh, binnen mijn andere werkzaamheden. Arriva. Arriva sowieso, ja. En, uh, want, uh, want jij, alles waar jij, uh, overal waar jij komt, komt veranderingen. Ja, dat sowieso. Okay, en uh, uh, dat heel veel mensen dus een gezond lijf als iets heel vanzelfsprekend zien. Ja, dat is dus niet. Dat is dus echt, dat is dus. Weet je, um, en ik vind het ook gewoon jammer dan om. Nou, ik kan me niet heugen, serieus, Martin, wanneer, Martin, wanneer ik mezelf ziek heb gemeld op mijn werk. Mm. En terwijl soms he, om me heen, denk ik dan, voorheen bij de politie en voorheen bij TNT, waar ik heb gewerkt, dat ik denk van mensen. Uh, ben je nou ziek? Voel je je nou echt ziek? Kijk, als je 40 graden koorts hebt, snap ik. Maar, waar, ja, weet je, je, uh, je, be, je voelt wat je, uh, nee, wat jij in je hoofd hebt, zo voel jij je ook, snap je? Ja, ik ben, ik ben echt bijna nooit ziek. Nooit. Ik ook niet. Ja, ik heb een keer corona gehad, nou, drie dagen een beetje nee, kort, ben... zeg. Ja. Uiteindelijk dacht ik, kan ik mijn huis uit? En <laughs> <laughs> destijds oh. ging ik dan ook gewoon, maar... Uh, ja, ik snap op zijn wat je zegt. En jezelf daar ook naar gedragen. Hè? Uh, letterlijk, die gezondheid. Het is niet voor niks dat ik op mijn 16 al naar de sportschool ging. En, nee. Uh, 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 uiteindelijk uh, health, food, innovation, business heb ik gestudeerd. Uh, omdat ik weet hoe, hoe, uh, hoe belangrijk die gezondheid uh, ja, is. Ja, zeker. Is. En op het moment, ja. Als jij heel veel geld verdient. En je rijdt die Lamborghini. Maar je bent niet gezond, dan kun je er niet van genieten. Nee. Je kunt er alleen van je succes genieten op het moment dat je dat in volledige gezondheid kunt doen. Daar ben ik 100% mee eens. Weet je, soms zie ik wel ondernemers en die zijn echt zo, hebben zwaar overgewicht, maar ze rijden wel echt in een dikke lambo of uh, ze hebben het helemaal voor elkaar. Maar als jij op een gegeven moment uh, iedere dag uh, thuis uh, zit of hartfalen falen of uh, de suikerziekte of uh, niet eens uh, je eigen kind meer kan optillen, ja, waar, waar heb je dan? Ja, helemaal niks. In mijn ogen dus ook. En die klap komt altijd later. is uh, dus Niet direct. En daarom altijd die short-term gratification. Iedereen, yeah. Tegenwoordig, het, het is echt steeds erger. En, en daar ben ik ook weer heel blij mee. Met mijn aandoening. Ik zie misschien visueel niet veel. Maar ik zie wel heel veel. Als je ja, ja, ja. Ik, ik snap 100% wat jij bedoelt. Ik zie alles gebeuren. Ik zie iemands patronen. Ik, ik doorbreek ze. Binnen een paar minuten kan ik gewoon bepaalde... Houdingen zien, gezichtsuitdrukkingen, dat op een of andere manier copingmechanismes. We zijn zo erg aan het hunkeren naar short-term gratification. Yeah. Korte termijn, korte termijn, alles moet nu, 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 nu opgelost zijn. Alles moet nu goed voelen. En dan bedoel ik zo'n dopamine shotje, weet je wel. Even yeah. lekker die, die verdoving erin. Waardoor we de lange termijn uh, vergeten. Ja, visie vergeten. Ja, en ik ben juist heel erg van de lange termijn. Helemaal niet van het korte termijn. Nou, dat is ook hè, Daarom zeg ik ook hè, uh, Ook tegen de luisteraars hè, van, uh, van Gro. Ik ben nu uh, sinds uh, twee maanden bij Gro, maar ik ben nog heel erg zoekende naar van. Oké, okay, uh, wat is dan mijn geluid? In plaats van dat ik de duisternis van uh, Miro en uh, Jur overneem. Wat is dan mijn geluid? En. Herkenbaar. Ja, en uh, dus de. Uh, nou, misschien is dat ook wel de reden waarom, uh, waarom ik nog niet heel erg naar de voorgrond ben getreden. Want ik ben juist van een langer termijn. Hè. Wat heb je aan mij op de lange termijn, in plaats van de, op de korte termijn. En zo ga ik ook om met mijn gezondheid, met mijn dochter, met mijn relatie, hè. al tien jaar getrouwd, dat is tegenwoordig ook niet meer zo vanzelfsprekend. Um, uh, dus uh, ik vind die langere termijn zijn we vergeten. Om, en uiteindelijk haal je dus daar wel je benefits uit in plaats van een korte termijn en dat is inderdaad het dopamine shotje volgens mij heeft Tibor daar ook iets ooit uh, over uh, verteld mm. en uh, Miro uh, vertelt daar ook regelmatig iets over ja de, nee dat past niet bij ons ja maar het is ook het gedeelte van op het moment dat jij korte korte termijn zeg maar als uh, dat snelle dopamine of we willen nu le letterlijk het goede gevoel ervaren door dan gaan we maar uh, weet ik veel die ongezonde ja, voedingsstoffen ja, ja. naar binnen duwen om ons op dat moment lekker voelt. Het is altijd achteraf kloten. Dus ja, altijd. Altijd als je ergens een bepaalde stimulant hebt of bepaalde ja, high, laat het even low. zo noemen. Altijd als je een bepaalde high hebt, dan heb je daarna ook een low. 100%. Want de natuur brengt altijd alles in balans. Homeostase. Jouw bloedsuiker moet constant homeostase worden gebracht. Klopt. Balans. Dus op het moment dat jij short-term gratification, high, 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 komt er een low. Long-term, steady, groeien, dan gaat alles ook mee. En dan ja. heb je geen diepe dalen. En dat is met gezondheid zo, met je business, met je onderneming. En daarom dat wij ook altijd zo op die basis zitten van, hey, als je de achtergrond van jezelf goed hebt, zit die gezondheid. Dan gaat die business ook gezond groeien. Klopt. Uh, en dat vergeten heel veel ondernemers. Het moet nu binnen een jaar rijk worden. Ja, ja en ook um, ik had net ook nog iets in mijn hoofd toen jij aan het praten was van um, um, het, het korte termijn betekent dus ook dat je nee wat had ik nou net in mijn hoofd um, Oké, okay, man ik weet het niet meer maar niet uit dat hebben we allemaal eens maar um, korte termijn zeg maar niet per se voor de short term gratification gaan ja yeah. Uh, wil niet zeggen dat het op korte termijn niet leuk kan zijn. Oh, ik weet het. Oké. Okay. Als je op uh, lange termijn wil investeren in jezelf. Dat betekent dus ook dat je de spiegel uh, moet opzoeken. En dat je de confrontatie moet aangaan met jezelf. Ja. En ik denk dat steeds minder mensen dat durven, willen. misschien nog wel zelfs kunnen. Om, omdat ze. en het letter er misschien niet voor hebben. of dat ze weten wat ze naar boven gaan halen als ze het gaan doen. Terwijl. Dat zo is zo'n mooi traject om dat wel te doen, omdat je dan ook echt naar jezelf toe gaat. En echt uh, gaat werken op de lange termijn, waardoor je daar dus ook het profijt van hebt op de lange termijn. Ja. Ja, en daarom natuurlijk ook deze podcast hè, De confrontatie podcast. Zeker. Als we kijken naar de, naar de onderwerpen die ik heb gehad, allemaal ja. zit daar confrontatie in, omdat ik 100% met jou eens ben dat er te weinig nog gekeken wordt. In de spiegel. Ja, en die spiegel nou, is zo belangrijk. Die spiegel is zo belangrijk. En ik bedoel ik een spiegel sessie, nee, ik bedoel echt, durf jezelf onder loop te nemen. Ja. Wa waarom doe ik de dingen die ik doe? Waar uh, sta je voor? Wat ja. zijn de waarden en normen? Wat ja, dat? en dat wil helemaal niet zeggen dat wij saaie mensen zijn. Ik heb een fucking leuk, uh, uitdagend leven. Ik doe super veel leuke dingen met vrienden, uh, met vriendinnen en noem maar op. Dus het wil niet zeggen dat als je lange termijn keuzes maakt, dat sh dat short term, dat korte termijn per se saai is of niet leuk. Zeker niet. En, en ik dat, denk ja. zelfs juist leuker omdat je het dan ook meer gaat waarderen en weet je je kan wel uh, naar de club gaan en een dikke vip lounge kopen met een champagnefles en, uh, en met op Insta een beetje Lauwers en vodka. op Instagram ja lauwers, vodka, en op Instagram staan van hoe uh, leuk het allemaal is maar als je achter de schermen kijkt hoe leuk is het dan nog de volgende dag ja de volgende <laughs> dag <laughs> ja de volgende dag is iets minder leuk maar dat is dus weer ja. elke high komt een low sta je helemaal in het licht in het feesten Doe je allemaal gek heel de avond? Uh, ja, dan voel je je daar voor een dag. 100%. En dan is het in één keer. Pff, en dan ja. uiteindelijk stabiliseer je. geluk gewoon. Maar ja, de nasleep is soms heftiger dan ja. wat het waard is om die avond uh, in het licht te staan. Dus zoek de spiegel op, jongen. Zoek de spiegel op. 100%. Hé, hey, en het gedeelte. Jij hebt dus die afleescleren voor jezelf ontworpen. Ja. En dat heb je super vet gedaan. Ik heb daar ook respect voor. Ik heb op het moment dat dus tegen mij gezegd werd... Ja, dit en dit is uh, wat jou te wachten staat. Voor de toekomst gaat achteruit, bla bla bla. Ik dacht, hey, ik bepaal zelf wel of het achteruit gaat of niet. Hey, jij gaat mijn toekomst niet voorspellen, zei ik tegen die arts. Niet letterlijk, maar wel in die manier van... Nou, ik geloof niet helemaal dat, dat jij al kan weten hoe mijn toekomst eruit ziet. Zeker. Weet je wel? En ik ben dus heel veel dingen binnen mijn controle gaan kijken... Supplementen, vitamine A, beta-carotene, welke wel niet ja, ja, werken, ja. opname, noem maar op. En je gaat heel veel kijken, waar heb je invloed op? En je wil, op een gegeven moment ga je ook uh, positief denkboeken lezen en uh, de biologie van de cel, dat je hem kunt herstellen. Ja. En je wil eigenlijk alles uit de kast trekken. Echt, ik noem het en ik heb het allemaal geprobeerd. Van hypnose tot, <laughs> noem maar ja, op. Ja. En dan kom je erachter van: fuck, ik heb ook niet overal controle over. Nee. Ik heb er. Misschien niet zoveel invloed op als dat ik zou willen. Hoe zie jij dat? Wanneer moet je de controle gaan loslaten? No. Hè, want daar zit ook heel veel kracht in. Wel echt een gevaarlijke vraag, Martien. Want ik ben echt een echte controlevriek 2.0. Daarom, daarom. Ja. Waar ga je de controle loslaten? Ja, want eh, buiten het feit van... Nou, ik kan me voorstellen dat je ook een fase hebt gehad van... ja, hey, Type 1 diabetes, uh, ik ga dat fixen. Ja, tot een bepaalde hoogte heb je ook op een gegeven moment zeggen oké, okay, ik geef me over aan dat ik het heb en ik laat die controle ja. niet van los. Dus welke controle en wanneer los je die los? Voor mij is het heel helder, dat zou ik zo wel vertellen, maar ik ben benieuwd naar jou. Ik vind het echt een lastige vraag, want het gaat dan over controle en ik heb juist, mijn suiker is juist ook zo goed. Eigenlijk volgens de papieren ben ik gezond, omdat ik dus zoveel controle heb. Mm. Maar weet je, toen ik die afwisselklier aan het bouwen was, dan moet je dus echt de controle loslaten, hè, letterlijk, want die app gaat het dus overnemen. Je mag dus niet meer uh, bijsturen. Die app moet zelf gaan denken, die moet zelf uh, gaan voelen of ja, voelen, uh, zelf gaan inschatten van, oké, okay, uh, uh, wanneer heeft die insuline nodig? Dus dat is misschien het eerste moment waarvan ik dacht: ik laat het los. Maar ik denk, ik kan me niet meer, ik kan me echt niet een moment bedenken. Maar dat is ook niet makkelijk, uh, als je dat al die jaar niet hebt gedaan. Nee. En, uh, zoals je één ik doet, doe je alles. Cliché. Maar ja, als je dat de hele dag moet controleren, je gaat die huissituatie, thuissituatie controleren, je gaat uh, misschien uh, je vriend controleren, weet je wel. Je gaat alles controleren, omdat dat zodanig je patroon zit. Yeah. Ook bij mij, overal denk invloed op te hebben en te kunnen uitoefenen. Yeah. Terwijl, nu tien jaar later gezien, ja oké okay, prima, het is uitge achteruit gegaan. Ik heb alles gedaan, dat doet pijn. Ik ja, kan natuurlijk. het niet stoppen. Ik moet dat loslaten. En toen ik dat besefte ook met dat paaltje, dat is een proces dat moest ik loslaten. St en uh, punt is dus, even vertellende over, ik kreeg dus op een gegeven moment het telefoontje van de RAP uit, dat ik mee zou mogen oh, doen ja. naar gentherapie. Uh, en en dat, toen ben ik door een hele studie, randomized control double blind trial, dus een gerandomi gerandomiseerd onderbroek. Onderbroek? <laughs> Wow. Wow. Onderzoek, onderzoek ik zat jullie allemaal te bedenken in onderbroek zodat ik, <laughs> zodat ik vertrouwen heb Nee, maar dus een onderzoek ik elkaar mee kon doen en als een van de drie in Nederland volwassenen die aan mee mocht doen er waren nog twee bijgekomen en ik was nummer vijf en ik ging door het dak heen en ik denk eindelijk en ik ja. dankte god en ik dacht dit is het moment en zeer Eufor wel euforisch en vier ja. maanden lang met het traject bezig geweest alle vooronderzoeken onderzoeken daar doorheen Hoop, hoop, hoop. vrouw werd verteld dat het waarschijnlijk door zou kunnen gaan. Tot ik op een moest, Door een doolhof moest lopen. Door verschillende. Uh, <coughs> Laat het even duidelijk uitleggen. Want het doolhof klinkt misschien raar. Nou, ze hebben een heel onderzoekscentrum met een doolhof. Uh, om bepaald zicht te kunnen meten. Op verschillende lichtintensiteiten. Dus ik moest 22 keer lopen op 11 verschillende uh, lichtintensiteiten. Over obstakels heen, pijlen, cirkels, uh, gaten. Uh, om Psychische. te laten zien wat ik moest... Ja, wat ik zag, eigenlijk. Yeah. En er werd dan met videobeelden opgenomen, rood en shit. Ja, fucking vet om mee te yeah. maken. En die dag uh, meegemaakt. En uh, ja, die onderzoekers zeiden allemaal, uh, volgens mij, hey, je hebt het gewoon goed gedaan. En ik uh, kan me niet voorstellen dat jij het niet gaat worden. En dit en dat. Dus uh, ja, 4 april, echt letterlijk uh, anderhalve week terug, zou mijn rechteroog geopereerd worden. En uh, 25 april, dinsdag, zou mijn linkeroog geopereerd worden. En... Ja, ik had het al in mijn agenda staan, staat volgens mij nog steeds in. En uh, daarmee zou ik iets uh, operationeel ingespoten krijgen wat mij zou genezen. Lopen, ja. Ja, in ieder geval genezen om het niet erg te laten worden. En ik geloof heel erg, als je niet meer ziek bent, dan kun je het ook verbeteren. Dus in ieder geval vooruitgang daar in dat perspectief. Dus ja, heel mijn familie, ikzelf, zaten er helemaal in. Ja, en opeens krijg je een telefoontje. Hé hey Martin, bel ik, bel ik gelegen. Ja, Je bent altijd gelegen, want ik was natuurlijk enthousiast. Ja, maar ze gaat mij ik. vertellen dat het doorgaat. Helemaal hyped en uh, ja, Martin. Ik heb niet zo goed nieuws. Uh, je bent geëxcludeerd van de studie. Hef. Ik zeg, uh, wat Suzanne ze maakt een grapje toch? Ja, helemaal voor de gek. Ik dacht echt dat ze dat te fun en dat ze gewoon aan het kloten was. Een zieke grap, dan ja, ja, nee, ze zegt ik ben echt serieus, Martin. Uh, je voldoet niet aan de criteria van het dolhof. En ik schiet in verdriet en huilen. En ik denk: wat is er? Hoezo? Waarom niet? En zij mogen niks zeggen. Dus je wordt eerst gezegd: je wordt geopereerd. Dan wordt gezegd: je wordt niet meer geopereerd. Ja. En ook niet: waarom niet? Dus zij mogen, omdat het dubbelblind is, dus niks vertellen. Of, nou, trouwens, ze weten het gewoon ook oprecht niet. Uh, omdat die onderzoekscentra in Amerika, het farmaceutische bedrijf, ja. wat eigenlijk het onderzoek gestart is voor een paar miljoen euro. Ja, die heeft gewoon letterlijk deze mail gestuurd die ik nu ga opnoemen. En die Suzanne was hem aan het voorlezen terwijl ik in tranen zat. En die zei gewoon... Ja, ik lees de mail wel even voor en dan weet je precies wat ik weet. En dat is dit. Subject NL208 was excluded from the study uh. due to not meeting the criteria of the maze. Punt. Dus wow, ik krijg gewoon kippenvel. Je bent gewoon fucking subject nl L2O. Ja, je bent geen Martin. Je bent nee, een nummertje. Ja. Dat ben je en dat las ze voor. En ik dacht, wow. En dat was een klap. Maar ik, ik ben één week helemaal kapot geweest. Ik was voor god los. Ik denk, ja, fuck alles niet. En waarom doe ik dit nog? Ondernemen? Helemaal gezin en als ik toch blind hoor. Weet je allemaal dat soort dingen. Ja. En uh, dan een week later besef je ja maar wie de fuck ben ik om te bepalen hoe het zou moeten zijn. Ik Ben ik God? Ik ben geen God om te bepalen. Zo, zo zou het moeten zijn. En dat klinkt nu heel makkelijk, maar de enige rust die ik heb gevonden Esmee is door de controle los te laten. Ja, dat geloof ik. Is door het los te laten aan iets groters dan ikzelf. Dat ik ver, moet vertrouwen in het proces dat het zo moest zijn. Want dat is ja, de realiteit. Ja. De realiteit is dat het zo moest zijn. Heeft ook te maken met dat is jouw lot. Ja. Weet je, het boek van de fontein ja. gaat daar ook over. En dat is ook mijn lot. Ja, een beetje, en ergens denk ik, hè, jouw lot is wat dat betreft uh, net iets zwaarder. Omdat uh, het, pro, het is progressief is en uh, uh, het heeft te maken met je zicht. Kijk, ik heb gewoon heel de dag insuline nodig en medicijnen, waardoor het dus stabiel blijft en ik kan als ik wil honderd worden. Dus dat is daarom net een andere, andere uitgangspositie. Uh, want als ik ook alles, de, heel, heel alle controles los ga laten. Dat heeft mij al meteen weer invloed op daadwerkelijke cijfers van mijn suiker. Ja, en dat snap Daar ik. Daar zit denk ik het verschil. Maar ik bedoel, het gedeelte bij jou is wel op een andere manier controle loslaten. Ja. En dat is vertrouwen dat jij je nu kan zetten. Plot. En dat dat ding het regelt voor jou. Ja, zeker. Dus dat zeker is de controle. Moet. Ja, Helemaal zeker. Op losgelaten. Maar ook het gedeelte van, oké, okay, um, ik, 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 ik doe wat ik kan ja. in mijn leven. Ik ondernemen, je werkt nog bij Riva. En, en, en al dat soort dingen. Waar je daar super veel energie hebt. Dat je dus een soort van ondanks dat je suikerziekte hebt, dat je de controle ja, loslaat. Zeker. van oké, okay, ik vertrouw dat ik door mijn dag heen kom. Ja, en en ik dat Ik vertrouw mijn lijf, Juist, dat is wat ik bedoel. Ik ken, maar dat mijn, is ook ja, ik ken mijn lijf echt uh, zo goed. Waardoor ik uh, inderdaad daarmee de controle loslaat. En uh, ik sport veel. Ik, uh, ik, het is echt niet zo dat ik nooit pizza eet. Want uh, dat doe ik zeker. Of frietjes of maakt niet uit. Maar. Ik ben wel zodanig bezig met mijn voeding dat ik denk, hè, ik kan echt niet iedere dag uh, helemaal losgaan. Nee, snap ik. En kijk, een deel is het ook gewoon toen, toen ik besefte, van hé, hey, ik heb die controle dus niet en ik kan het loslaten. Kijk, daarvoor heb je een deel gewoon weer rouwproces. Ja. En weer van, 100%. Weer van, oké, okay, ik moet dus aankijken dat dit niet gaat gebeuren. Wat ik wel had mezelf vertelt. Dus ja. het verhaaltje is wat pijn doet. Het telefoontje zelf, wat ik op dat moment krijg, ja, ja. verandert eigenlijk niets aan mijn oorzicht. Nee. Dus in het nu, in het nee, moment... Ja, ja, ja. Gebeurt... super mooi gezegd. Nee. Ja. Dus in het moment gebeurt er helemaal niets. Alleen het verhaal is weg. Ja, dus die stip op de horizon, die is ja, weg. Die is weg. Ja. En dat is wat pijn doet. En dan komen mensen allemaal positief doen. Ja, maar er komen nog nieuwe onderzoeken. En je ouders willen het niet. voor je oplossen. Het gaat erom dat je op dat moment gewoon... Verkloten mag zijn, weet je zeker wel? en ook dan moet je ook echt doorheen? Hè? Want als je daar niet doorheen gaat, dan ga je dus uh, mijn patroon overnemen. Mm. Uh, we gaan gewoon uh, vechten tot we op het dood weer neervallen. Ja, ja en dat, dat, dat heb ik zo lang gedaan. Dan word je super moe van. Ja, super, word je super moe van. Supermoe. En dat is gewoon niet te doen. Dus ja, dan kun je het maar beter gewoon do doorheen los, do doorheen letterlijk en dan loslaten en loslaten en, um, en vertrouwen. Zeker. En, en dat is elke dag een nieuwe struggle, want elke dag word je getest. Hè? Klopt. Je wordt getest om te kijken: hey, heb je het wel echt losgelaten? Kun je wel echt vertrouwen op het proces? Klopt. Want oh, en dan komt er iemand uh, in je DM: hé, hey, maar uh, uh, ik zag net dat jij hier iets over zei en wij kunnen jou genezen en bla bla bla, allemaal hoop op hoop, hoop. En uh, je kunt er heel snel op happen. Tuurlijk. En dan zie je in één keer op de, uh, een artikel van het echt Nieuws met de Radboud. Uh, Roel, 33 jaar oud. Uh, zou Benetia blind worden, heeft niet pigmentosa, maar heeft door deze behandeling uh, wordt niet meer blind. Lees je die kop en ja. zo'n krantenartikel wat je toe wordt gestuurd. En heeft dus wel die behandeling gekregen die ik zou krijgen. Ja, zieke. En dan gaat er van alles door je heen. Van, hé, hey, ze hebben mij nooit verteld dat ik Benetia blind so Wat is dit voor bullshit? Tu Tuurlijk is het weer kijkers trekken, ja, 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 trekken, maar dat is over de rug van anderen. Ja. Hoe komt het bij mij over die niet behandeling krijgt, die dezelfde aandoening heeft... Dat ze zo'n krantenkopartikel doen. Super heftig. Om, ja, en dan lees je dan. En dan word je dus weer getest. Kijken of je het echt losgelaten hebt, jongen. Dus ja. Ja, ik zou helemaal. Er is iets buiten mijzelf dat, dat echt een test is. Of van: hey, kun jij die controle wel yeah. En uh, dat is ook. Dat, dat is op zo'n moment uh, wel weer opnieuw even door uh, de wond heen gaan. En die Bond blijft altijd, hè? Ja, en ik heb die Roel een bericht gestuurd. Ik zeg: Hé, hey Roel, ik ben super blij voordat je de behandeling hebt gekregen. Ik hoop dat het de Respect. resultaten geeft die jij verdient te krijgen. Uh, ik heb hem helaas niet gekregen. En daar ben ik kapot van. Maar ik hoop yeah. echt dat het voor jou het resultaat boekt. Wat super mooi. Wilt en ik was natuurlijk ook heel benieuwd wat hij dan wel zag en wat, wat niet. Maar. Dat teweeg laten. Ik, ik, gun het, ik gun het hem echt. Want ja, dat snap ja, ik hoop het ik. echt. Alleen tegelijkertijd was ik wel boos op dat krantactiek. Want mijn vader, die was helemaal lijp. Ik heb ik die professor gesproken. Hoe kunnen jullie. Er komen toch ergens aan die informatie? Die moeten radboudig gaan gegeven. Hoe kunnen jullie dat zo neerlaten? Ze... Ik heb dat ook altijd hoor. Als ik bijvoorbeeld uh, uh, sommige mensen tegenkom die helemaal in de shit zitten met hun suiker, dan denk ik. Uh, het kan zoveel makkelijker, mm. maar er zal nooit geen één farmaceut zeggen: ja, je kan uh, doe het jezelf pakket en uh, je kan dit en dit en dit doen. Want er verdienen ze geen geld op. Weet je, terwijl het zoveel makkelijker kan, alleen ergens ook weer niet. Want je hebt dus natuurlijk wel een bepaalde mindset en discipline van nodig om het dan ook daadwerkelijk te blijven doen. Ja, en hoe doe je dat dan als moeder? Want jij bent natuurlijk moeder ja. van, uh, van een kind. Dat ook een gezondheidsbeperking heeft. Zeker. Kun je daar iets meer over vertellen? Want daar wil je natuurlijk ook vuilheid en controle. Ja, en, en, ja, en alles over zeker, uit. Zeker. Zeker. Um, Olivia, Olivia, ik heb echt een super uh, fijne mooie zwangerschap gehad. En, uh, van een meisje Olivia, inmiddels zes jaar. En uh, tijdens mijn hele zwangerschap iedere twee weken controle, iedere twee weken echo. Iedere uh, echt super strak geleefd. En tijdens de bevalling uh, is het eigenlijk helemaal misgegaan. Uh, de doktoren waren ervan overtuigd dat ik natuurlijk kon bevallen. Nou, ik heb altijd gezegd dat ik dat niet kan. Maar hè, prima was ook mijn eerste bevalling. Dus je laat je dan ook zelf eigenlijk een beetje bepalen van, door de arts van oké, okay, hij zal het wel beter weten of zij in dit geval. Na zes uur per zweeën. voor alle vrouwen die kijken met die een kind op de wereld hebben gezet, die denken: oh mijn god, ik was al lang uh, gestorven. Klopt, ik was ook echt uh, helemaal kapot. Na zes uur per zweeën. Um, uiteindelijk is er een keizersnede uh, ge uh, gedaan, geplaatst, weet ik veel hoe je het zegt. Uh, maar omdat ik zoveel perswee had gehad, zo lang uh, zat Olivia vast met haar hoofd tussen mijn bekken. Nou, ze hebben die keizersnede, normaal uh, als je een keizersnede hebt, ben je, heb je binnen twee minuten een kind. Bij mij heeft dat echt super lang geduurd. Uh, Olivia die had ook zuurstoftekort, uh, is volgens mij gerenumeerd. Die was bont en blauw toen ze eruit kwam. Um, maar uiteindelijk bleek wel dat alles goed was. Zij hebben, we hebben tien weken dagen op de intensive care gelegen, eh, uiteindelijk naar huis gegaan. Tot het moment dat zij zeven maanden was en dat ik dacht, er klopt iets niet. Mijn intuïtie zei: Er klopt iets niet. Maar ook, ik zag haar rechterhand nooit bewegen, er klopt iets niet. Ik terug naar het consultatiebureau, daar werd ik eigenlijk bestempeld als uh, overbezorgde moeder. Oh, en, ik uh, ben zo <laughs> klaar met het, het zorgsysteem af en toe. Ze doen zo hun best. Maar af en toe, ja. het is meer menselijkheid joh. Nee, ik was overbezorgde moeder en ik moest me niks druk om maken. Nou, ik uh, daar uh, als uh, ware bitch gezegd van uh, nee, ik wil nu een doorverwijzing. En ik wil nu gewoon dat jullie dit voor me fixen. Nou, uiteindelijk doorverwijzing gekregen. Gelukkig maar, want de fysiotherapeut, die zei meteen, dit is niet goed. Nou, doorgestuurd naar de neuroloog in het ziekenhuis. Uh, uiteindelijk, dit is wel de korte versie, maar uiteindelijk heeft ze een MRI gehad. En ze heeft een hersenbeschadiging in haar linkerhelft van haar hersenen. Uh, links wordt aangestuurd door, uh, links stuurt rechts aan en de rechterhelft stuurt links aan. Voor degene die het nog niet wist. Um, nou, en de neuroloog die zei eigenlijk tegen ons van... Ja, zij was, zij was uh, nog net geen jaar, dus die zegt dan op een gegeven moment van ja, uh, het ziet er slecht uit. Uh, ieder moment is uh, wat positief is. Dus als ze kan lopen, als ze kan praten, als ze kan uh, überhaupt op haar benen, of billen kan zitten, zie je het als een uh, geluksmoment, want misschien gaat ze het nooit doen. Nou, dan word je dan zo naar huis gestuurd. En ja, Albert en ik, die hadden wel echt meteen zoiets van... Oké, okay, hoe, hoe gaan we dit doen? Want ik wilde, mijn wens was altijd maar één kindje hebben, krijgen. Nou, dat was gelukt. Albert en ik hebben daarvoor een miskraam gehad van een tweeling. Dus dat, was, dat is ook allemaal heel heftig geweest. Maar ja, dan zit je dus, zit je daar dus van: ja, oké, okay, uh, en nu dan? En toen zei, keken we elkaar aan en we zeiden eigenlijk meteen van: nee, we gaan dit gewoon niet accepteren. We gaan gewoon niet accepteren dat zij in een rolstoel terecht komt. We gaan niet accepteren dat zij nooit kan lopen. of dat zij niet eens kan zitten. of weet ik veel. Nou, en vanaf dat moment ben ik eigenlijk iedere dag met haar oefeningen gaan doen. Uh, ik heb de, de, de spelletjes bedacht. alleen maar om haar uh, hand te stimuleren. van open dicht, open dicht. überhaupt de pincetgreep. weet je wel. en het draaien van je hand. En. Uh, Uiteindelijk ook bij het rehabilitatiecentrum gekomen. Eén keer in de week ondersteuning gehad van een echt een, uh, heldin, van een ergotherapeut. Shout out to Fiep. En het Libre uh, revalidatiecentrum in Eindhoven. Echt, ik heb daar super veel aan gehad. Ook als moeder zijnde. Want ik had natuurlijk voor mijn gevoel super erg gefaald als moeder. Ja, dat is pijnlijk. Super erg gefaald. Want ik had een kind op de wereld gezet wat dus niet klopte. Mm. En iedereen gaat er maar altijd vanuit, als je een kind op de wereld zet, dat het dan gezond is. Snap je? Mm. En iedereen gaat er ook maar vanuit van oh ja, wij willen een kind, dus we gaan een kind krijgen. En, en zo vanzelfsprekend is het allemaal niet, snap je? Nou, en uh, om lang verhaal kort te maken: Olivia, die kan alles. Die kan echt, uh, die loopt, die uh, is, is super slim, ze is, is tegen het hoopbegaafdheid aan. En. Uh, ze kan lezen, schrijven, uh, zwemmen. Uh, ze zit nu bij de fysio om uh, te leren fietsen. Maar daar gaat gewoon goed, goed komen. Zij kan echt Martin, alles. Oh. En je ziet daar in, in de ochtend in de huddles die we hebben met uh, Miro en Jur. Weet je? En mm, uh, ze is echt heel slim. Soms praten jullie ook over Olivia alsof zij volwassene is. Zeg maar hoe zij praat tegen jullie. En yeah. ja, jullie zeggen dan: denken van ja, dit zei Olivia, ik zeg, zei je dat zo. Ja, dat zei ze. Wat, wat, ze dus praat echt, echt wel, uh, Ja, dat, maar ze heeft natuurlijk ook daarin ook een deel uh, overcompensatie gehad. Van zeker. al die jaren dat ze natuurlijk ja, letterlijk beperkt werd. Dan ga je natuurlijk ergens anders je hersenen moeten overcompenseren. Ja. Dus wat ze wordt gewoon een super slim, hoogbegaafde meid. Ja, en ik ben echt uh, super trots op, op mezelf ook. Dat ik dus van begin af aan meteen in die actiestand ben gekomen. Van we gaan gewoon haar stimuleren. Om die oefeningen te doen. Weet je. En we gaan we gaan het hier niet bij laten. We, er zit meer in. Er zit zoveel neuroplasticiteit in een, in een kind. En zij, zij, zij is gewoon super goed uitgekomen. En uh, tuurlijk, zij gaat niet net zoals Daphne Schippers uh, de 100 meter uh, rennen. Alleen uh, zij heeft gewoon andere kwaliteiten. Maar ze, gaat het, ze kan het wel. Ja. Snap je? Ja, kijk, en dat is ook weer het mooie van je ziet, het strijden en het doorzetten. En um, op dat moment ook gewoon doen wat nodig is. Zeker. Jou, terwijl jou wordt verteld dat het onmogelijk is. Ja. Ik herken dat heel erg. En dat levert gewoon resultaat weer op. Kijk, maar die Paralympische spelers, denk je nou echt dat op het moment dat, nee. zij, dat, ongeluk, dat zij dat ongeluk krijgen, dat, en dan wordt verteld je kan dit niet meer, kan dat niet meer. En, en zeggen, ja, maar ik ga op de Olympische Spelen ga ik uh, goud pakken. Zeg ik maar even. Of de Paralympische ja, ja. Spelen. Ja, dan lachen ze ze uit. En dan, juist die drive die ze eruit halen om te kunnen doen ondanks hun handicap wat ze kunnen doen ja, dat is natuurlijk super krachtig zeker 100 en dat zie ik ook bij Olivia ik weet niet uh, of zij ooit op uh, de Paralympische spelen hoeft voor mij ook niet als zij maar gelukkig is Alleen ja, ik weet gewoon. Ik. Ja, nee, daarom. Ja. maar zij kijkt dus heel vaak de Paralympische spelen, oh. omdat zij dus ook, zij zit gewoon op regulier onderwijs, zij vergelijkt zichzelf heel erg met gezonde kinderen. Uh, dus er zit echt wel een strijder in haar. Uh, dus wij laten haar heel vaak de Paralympische spelen kijken, niet omdat haar te simuleren van, joh, je moet ook gesporten worden, maar meer van, kijk eens, uh, kijk kant, is, je ja. kan alles, je kan alles bereiken wat je wil. Alleen wil je het? Hoe graag wil je het? Mm. Hoe graag wil jij worden wie je wil zijn? Want dan moet je gewoon knijterhard voor werken. Mm. Ook al ben je gezond hè. Ja. Nog moet je daar. Er ja. komt niks aan waaien. Ja, en, en als ik haar zo zie en, en hoor spreken, dan is het aan het, uh, het gedeelte hersenen zal het niet liggen nee. in ieder geval. Want dat is echt. Ik denk dat zij uh, ook net als jou gekke bedrijven corporate gaat nee. aansturen. <laughs> ik weet niet wat ze allemaal gaan doen. Maar dat wordt een ondernemertje, denk ik. Ja. In ieder geval op een bepaalde manier ja Zeker. en ze heeft over. zelfs een Instagram, hè? Ja, Olivia en mijn CP, met de underscores ertussen. En de CP staat voor cerebrale parese, en dat, he, dat is dus de ziekte die zij heeft. Of de aandoening, moet ik eigenlijk meer zeggen, die ze heeft. En um, zij is dan unilateraal, en dat betekent dat ze aan de rechterkant is aangedaan. Mm. Uh, er zijn genoeg kids die ook hetzelfde hebben, die volgen haar dus ook. En wil je haar volgen? Nou, volg haar vooral op Insta, uh, daar is ze is super trots op ze. Vraagt ook altijd hoeveel volgers heb ik ja. <laughs> ja. Want ze laat gewoon heel graag zien, weet je wel, wat ze kan en uh, ja, dat ze gewoon een uh, strijdertje is. Mooi en ja. terug naar jou: waarom komt er overal verandering waar jij bent? Ik heb echt geen flauw idee. <laughs> super, ja, ik weet, ik kan het niet uh, benoemen. Oké, okay, maar waarom, de, waarom noem ik dit, deze podcast dan al drie keer? Want ergens hè, is het jouw one-liner geworden. Het is mijn one-liner omdat het gewoon zo is. Op een, een of andere manier, altijd overal waar ik kom, zie ik shit. Kaart ik het aan of ik schop, of ik schop er tegenaan. Waardoor er dus grote dingen veranderen. Was hmm. bij de politie zo, was bij TNT zo. Uh, gaat bij Arriva gebeuren. Binnen Grow zijn we echt... Dikke stappen aan het maken. Ik zeg niet alleen dat het door mij komt, maar ja, ik weet niet. Ik heb daar op een of andere manier uh, een talent voor. Om te zien wat er moet groeien, om te zien wat er anders moet, om te zien. Ja, ik kan het ook echt niet benoemen. En waarom zou, de, zou je dat zeg maar in coaching ook terug willen zien? Of waarom denk je, van, hè, je komt nu binnen bij ons en we zijn een beetje aan het kijken van hé, hey, waar ben jij. Zeg maar, wat is jouw geluid? Eén ding weten we zeker waar hij komt, is verandering. Zo, wanneer moet iemand naar jou toe stappen? Mm. Ja, als je daadwerkelijk een verandering wil doormaken. En daar um, en ook dus wel open staat. Want het is wel zo uh, dat ik heel eerlijk ben. En uh, dat ik uh, geen blad voor mijn mond neem in de zin van. Um, die spiegel, op een, een of andere manier doe ik dat ook onbewust, hou ik altijd de spiegel voor anderen. In een bedrijf te zorgen? Ook dus in een bedrijf, ja. En, en wat zie je daar dan gebeuren? Hoe gaat dat dan? Nou, ja, soms, hè, uh, bijvoorbeeld bij de politie, heb ik uh, in een heel, heel kort tijdsbestek wist ik op een of andere manier waar de politie naartoe wilde groeien. Maar dat ze eigenlijk een soort visieuze cirkel in stand houden. Dat ze dus nooit kunnen komen waar ze naartoe willen groeien. En. Uh, Blijkbaar is het zo dat er heel veel schapen zijn, ook in organisaties, die maar meewandelen met de meute. Um, maar de onderwerpen die dan vaak naar boven komen is inclusiviteit, is diversiteit. Um, maar is je bedrijf wel zo inclusief als je ergens naartoe wil groeien, maar toch eigenlijk nooit het doel bereikt? Want dan gaat er ergens iets mis in het proces. En dat was bij de politie dus ook. En ik ben dan wel iemand die op de bühne gaat staan en die gaat. Nog net niet gaat schreeuwen van uh, joh, uh, waar zijn jullie nou in godsnaam aan het doen? Want waarom bereik je dus niet wat je wilt bereiken? Er nou, gaat heeft, iets mis. gaat iets mis. En dan zie jij dus wat er misgaat. Hè? Ik zie wat er misgaat. En dat leg jij. Breng je naar het licht? Breng ik aan het licht. <laughs> okay. Maar zoals ik al zei. Hè, ik vind het dus op dit moment echt heel lastig om daar daadwerkelijk um, een geluid aan te koppelen. En misschien zijn er... Zijn de kijkers nu wel en die denken: van, Oh, dit is echt dit, dit? Past precies bij haar. Nou, kom dan hè, vooral op de lijn. Want ja. ik kan het nu nog niet, ik kan nu nog niet precies zeggen van wat jouw belofte is. Wat mijn belofte is, want ik ben wel iemand als ik iets zeg, dan doe ik het ook. Ja, en ik denk dat het een deel duidelijk is: hé, hey, als jij een bedrijf hebt met verschillende systemen die lopen en die gemanaged moeten worden, dan gaan er ook dingen fout. Ja, en uh, een goede, objectieve blik vanuit de buitenkant zonder emotie. Daarop is wat jij dus doet in die corporate bedrijven. En dat kun jij dus ook in ondernemers en de MKB betekenen. Klopt. En dat is denk ik wat jou uh, onderscheidend maakt ten opzichte van mij, Mio en je. Jij hebt daar gewoon in die corporate gewoon ervaring in. En dat is eigenlijk het enige wat jij moet zeggen. Ja, ik. en ook de, en dan, uh, is het nog niet eens de systemen, dus een uh, systeem in het programma of. Geen in, Scrum. Uh, nee, kijk, ik ben goed in Scrum, alleen scrum ik ben master. geen Scrum. Nee. Snap je? En ik ben geen Monday. en ik ben geen, uh, ik ben geen Word of Excel. Oh, systeem is, toch, is wat, wat Mio dacht: er was. <laughs> <laughs> maar systemen zijn ook mensen. Systemen zijn ook jouw eigen waarden no en waarden die jij in jouw bedrijf hebt gestopt. Of uh, hè, wil je? Tegenwoordig is het heel fancy om te zeggen: Van uh, we willen alle kleuren van de regenboog in ons managementteam. Ja, wil je dat? Want dan maak je gewoon, daarmee gaat je bedrijf gewoon kapot. Hmm. Of wil je juist de kwalitatieve mensen op de juiste plek hebben? Dus niet aan de quotas van die we allemaal zo belangrijk vinden, maar eigenlijk niet werkbaar zijn. Helder. Ik vind het nog mysterieus. Ik denk dat uh, mensen gewoon SME van Dommelen op Instagram moeten gaan zoeken, vinden, ja. jou gewoon volgen en ga gewoon eens gesprek met de Die Je zit, uh, zit nergens aan vast, maar misschien kan ze voor jou je onderneming zeker wat betekenen. Zeker. Mooi. Ik uh, ben heel blij en, uh, dat uh, onze goede vriend Miro jou bij, on bij ons team heeft gehaald. Van ik vind het super tof wat wij hier vandaag in een confrontatiepodcast hebben yeah. neergezet. Ik uh, denk dat het een heel goed gesprek was. Dankjewel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Jij ja, als luisteraar, kijker, bedankt weer. Uh, haal eruit wat je eruit kunt halen voor jezelf. Voor iedereen zal het anders zijn. En dan zie ik jou in de volgende podcast. Tot dan.